Welkom terug bij onze wekelijkse Bijbelstudies. Ik ben Gabriel Porras en Lambert Thomas is vandaag bij ons om deze les te kunnen behandelen. Welkom. We willen eerst beginnen met een gebed. Onze trouwe Hemelse Vader, we danken u voor de gelegenheid dat u ons geeft om deze videoopname te mogen doen. Wij bidden u vergeving voor onze zonden, zodat u ons daarbij kan helpen en ondersteunen door de kracht en liefde van uw Heilige Geest. Leid ons en laat het tot zegen zijn, ook voor onszelf, maar ook voor de videokijkers, dat ze het ook mogen begrijpen, dat de grote liefde dat u heeft en hoe zorgvuldig u te werk is gegaan met het noteren ook van het woord dat u ons heeft geopenbaard. Wij danken het in Jezus' naam alleen. Amen. De titel van onze les vandaag, trouwens, dit is de eerste les en dit is de grote... Ja, de titel is de grote verrassing. Dit is de eerste les van onze nieuwe kwartaal. En hoe mooi het is om dan te beginnen met het goed nieuws dat Jezus opgestaan is. Dus dit is de eerste dag van de week, de zondag van de opstanding. En het begin een nieuwe fase voor de discipelen. En het is een grote verrassing ook voor hen. Ja. Ik moet trouwens zeggen dat deze les me heel veel dingen heeft geopenbaard. Heel veel dingen heb ik geleerd. En trouwens, van vorige lessen hebben we dan ook weer andere aspecten, andere details ook hieruit kunnen halen. En dan moet ik ook zeggen dat ik de Heere dank voor de geestenprofezie. Amen. Want ik heb dezelfde evenementen hier, dezelfde gebeurtenissen heb ik dan via een andere website dan gekeken en dan gaven ze een andere volgorde aan van gebeurtenissen. Maar als je dan de geestenprofezie leest, de opmerkingen die we hier hebben, dan zie je er is een reden waarom deze volgorde aan ons geopenbaard is, zodat wij, nou, aan de hand van de Bijbel, zeg maar, heb je wel details, maar dan weet je aan de hand van de geestenprofezie waarom ze dat aangeeft en waarom het ook aan ons geopenbaard is. Er zijn andere details die we niet uit de Bijbel kunnen halen, maar die dankzij God, dankzij de geestenprofezie, we dan ook kunnen weten. Want, dat komt wel. Ja. Maar het is een heel mooie les. Ik zal de inleiding voorlezen. Wat zoekt hij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Hij is opgestaan, hij is opgestaan. De vrouwen herhaalden de woorden steeds weer. Nu hebben ze de specerijen voor de zalven niet meer nodig. De heiland leeft, hij is niet dood. Nu herinneren ze zich dat hij, toen hij sprak over zijn dood, gezegd had dat hij weer zou opstaan. Wat een dag is dit voor de wereld. Hastig verlaten de vrouwen het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen hastig voort om het zijn discipelen te berichten. Ja. De goede nieuws. Dit is zo mooi. Jezus is opgestaan. Hij is opgewekt. Nu is er niet meer, ligt er niet meer in het graf. Ja. Het is een grote verrassing. Ze zijn zo erg blij. En ze keert het gewoon terug om de discipelen te vertellen. Ja. Goed. Laten we dan eerst naar de eerste vraag. Wat hadden de vrouwen gepland om te doen? En dan zou ik hiervoor zeggen van, waarom plan je zoiets? Ja. Ik bedoel, wist je niet dat Nicodemus trouwens 100 pond myrra heeft gebruikt om het lichaam van Jezus te balsemen? En heb je dat niet gezien? Ik bedoel, waarom ga je nog een keer met meer specerijen, met meer myrra naar de graf te komen? Ja. Nou, ik denk dat zoals eigenlijk de Bijbel ook geeft, hè, dat ze hebben wel Jezus gevolgd naar de kruis. Ze hebben gevolgd naar de graf. Ja. En op een gegeven moment, ze hebben het gezien, hij werd in het graf gelegd. Dus ze keren naar huis. Dat is trouwens de tekst van Lucas, inderdaad. Ja. Lucas hoofdstuk 23, vers 56. Ja. Dan kunnen we zien dat... wil je hem voorlezen? Ja. Hij zegt hier, en weer gekeerd zijnde, bereiden zij specerijen en zalven. Oké, okay, nou, misschien moet je dan de vers 55 om te weten van waar ze terugkeren. Ja, nou, vanaf vers 54 is beter dan, zegt het. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea, volgden na en aanschouwden het graf, en hoe zijn lichaam gelegd werd.
en hoe zijn lichaam gelegd werd. En toen keerden ze terug en dan maakten ze specerijen en in mijn vertaling zeg ik ook mieren gereid. Ja. Dus dat betekent dat je niet hebt gezien dat Nicodemus 100 pond, volgens Johannes hoofdstuk 19 vers 38 tot 42, had gebruikt. Had gebruikt. Ja. Voor de balsemen van Jezus Christus. Ja. Trouwens, het is misschien wel mooi om aan te geven dat hoe meer iemand gerespecteerd werd, hoe meer specerijen werden gebruikt dan voor zijn begrafenis, voor balsemen. Ja. En Gamaliel, zegt Josephus Flavius, voor de begrafenis van Gamaliel werd er maar 40 pond mirre gebruikt om zijn lichaam te balsemen. Dus dat kunnen we zien dat Nicodemus heel veel respect voor Jezus Christus had. Amen. En zelfs heel veel meer heeft gebruikt dan wat normaal voor iemand van een Sanhedrin dan werd gebruikt. Over het algemeen, dat was misschien de hoogste. Want ik bedoel, Gamaliel was echt die leraar, de hoogste leraar daar. En dat Nicodemus zeg maar dan nog heel veel meer dan van Jezus gebruikt. Laat zien. Hij had nog meer over voor Jezus. Hij heeft gewoon alles van Jezus gebruikt. Ja. En nu die andere vraag is, waarom ga je Jezus dan balsemen als je weet, of misschien weten ze niet, dat Jezus, of waarom is het dan zo gegaan dat ik bedoel, Jezus gebalsemd werd? Ik bedoel, Jezus ook opstaan op de derde dag. Nou, ik denk, het is de leerstelling die ze hebben zodanig zichzelf opgebouwd, want het was een menselijke deel. Ja. En ze konden vele van de profetieën niet goed volgen en begrijpen. Ja. Maar lampje ging wel branden bij de vijand weer, want die was weer op een andere manier een beetje meer op zijn hoede. Ja, oké, misschien heb ik de vraag niet goed gesteld, maar het ging meer, bij mij ging het meer van dat er een profetie is in de Bijbel, in het Oude Testament, Psalm hoofdstuk 16 vers 10, die duidelijk aangeeft, u zult niet toelaten dat uw heiligen de verderving zien. Ja, oké, dat was het ding. Dus als Jezus begraven wordt en 3 dagen of 2 dagen of 1 dag en een half of zo kunnen zien dan in het graf ligt, dan zul je natuurlijk beginnen te verderven. Ja. Maar de profetie zegt dat Jezus moest geen verderving zien. En toen, als we dat linken met de offers die werden opgeofferd, kunnen we zien dat alle offers kregen zout. Ja. Waarom zout? Omdat de offer altijd perfect goed, een soort intact blijft. Goed moest blijven. Ja. Precies. En daarom kreeg Jezus ook zoveel mirre om zijn lichaam te bewaren. Tot de dag van de opstanding. Maar anders zou je denken van ja, waarom gebruiken dat? Ja, dan, de normale reactie is dan, ze wisten niet of ze waren vergeten. Maar de vervulling van de profetie zien we hier. Juist, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, dus dan zien we dat de vrouwen dat niet wisten. En dan hebben ze dan voorbereid en dan willen ze dan heel vroeg in de ochtend dan doen. Ja. Oké, dus nu gaan we echt bij de eerste vraag echt nu van wat wilden ze doen en wat gebeurde dan toen ze naar de graf gingen? Ja, dus hun bedoeling was om zo vroeg mogelijk op te staan en naar het graf te gaan en om het lichaam te balsemen. Mm-hmm. Ja. Klopt. Er is inderdaad hier in Johannes hoofdstuk 20 vers 1 zien wij dat op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. Ja. Dat is belangrijk om dit aan te halen, want anders zie je dat niet in de rest van de teksten. Want dan kom je daar misschien in conflict met Markus 16 vers 2. Dat er staat geschreven dat de vrouwen kwamen bij het graf bij de zonsopkomst. Ja. En dan denk je van oké, Maria ging toen het donker was, maar de vrouwen gingen bij de zonsopkomst. Ja, ze kwamen van verschillende richtingen. Klopt. Hè? Maar het is omdat ze kwamen uit verschillende richtingen. Ja. Moeten we niet vergeten dat Maria woonde in Bethania. Verderaf. Verderaf, klopt. Ja. Terwijl die andere Maria's, die kwamen uit Jeruzalem. Ja. Ze kwamen uit verschillende richtingen. Ze moest dan verder reizen natuurlijk, vandaar dat ze vroeger vertrekt. En van haar was het nog donker toen ze aankwam. De andere kwamen bij zonsopkomst. Ja. Goed, het is goed om deze details ook hier aan te halen. Ja. Alleen er is een
opmerking, want ik ging de Statenvertaling even na. Ja. Wat betreft over de eerste dag van de week, weet je. Ja. En daar zie ik dat er wordt dus een uitleg daar gegeven. Dat deze tekst wordt gelinkt, dus over de eerste dag van de week, wordt gelinkt met Openbaring, hoofdstuk 1, vers 10. Mm-hmm. Hè, waar het staat van Johannes op Patmos. En dat ja, voor de eerste dag van de dag des Heren. Ja, maar dat heeft niks hiermee te maken. Maar het wordt wel gelinkt. Mm-hmm. Klopt, dit is de eerste dag van de week. Trouwens, we hebben net in gesprek iets gezegd mm-hmm. over die, het moment van opstanding. En het is inderdaad heel belangrijk om aan te geven dat... oh ja, trouwens, je las het dan in de tekst. Dat is de dag ter voorbereiding. En de vrouwen hebben dus de specerijen gereed gemaakt. Ja. Sabbat, de Sabbat van de week, de wekelijkse Sabbat, is de enige dag die een voorbereidingdag ervoor heeft. Mm-hmm. De andere feestdagen hadden niet zo een dag die zo heette. Natuurlijk moest men dan voorbereiden voor zo'n feestdag. Ja. Trouwens, dan was er meerdere dagen zelf voor voorbereiding. Pascha bijvoorbeeld, je moest natuurlijk 4 dagen ervoor al het lam gaan kopen. Mm-hmm. Vanaf de 10e moest je dat het lam kopen. En daarna bij de 14e moest het dan opgegeten worden. Dus je hebt wel een voorbereiding. Maar het heette niet zo, nee. Een dag van de voorbereiding. Nee. Dus geen enkele feestdag heeft zo'n dag van voorbereiding zoals de wekelijkse Sabbat. Ja, klopt. Oké, okay. Nog iets anders. In Grieks staat geschreven sabbaton. Mm-hmm. En dat is alleen voor de wekelijkse Sabbat. Ja. Alleen, ja, met uitzondering van Yom Kippur, de verzoendag die volgens Leviticus 23 staat geschreven, dat die ook als een Shabbat sabbaton, of als een Sabbat, grote Sabbat, of een wekelijkse Sabbat moest worden gevierd. Ja. Nou, waarom halen we dit aan? Omdat, dit is niet, dus Jezus is niet op een woensdag gestorven en op een sabbat opgestaan, zoals sommige mensen eraan aangeven. Er zitten geen 4 dagen hier tussen. Nee. Want, dan bij de 4e vraag lezen we in Lucas, dat er staat geschreven, dat een 3e dag is hij opgestaan. Ja, dat klopt. Dus, dag 1 is hij gestorven, dag 2 lig je in het graf, dag 3 of 3e dag is hij opgestaan. De schriften zeggen duidelijk dat aan. Dus het is een wekelijkse Sabbat. Het is wel een grote Sabbat, omdat de feestelijke jaarlijkse feestdag viel op de wekelijkse Sabbat. Ja. Dus Jezus, maar net als wat je aanhaalde, het is niet de dag van de opstanding is niet die eerste dag van de alle zondagen die worden gevierd vanaf dat moment verder. Nee. Of zo. Het is gewoon de eerste dag van de week. En dat is wat deze tekst aangeeft. Juist. Ja. Andere details voordat we verder gaan, is dat voor hun was de nacht in hun hart. Ze dachten niet aan dat Jezus zou opstaan. En ze brachten gewoon de specerijen en gingen ze gewoon naar het graf. Ja. Oké, wat kunnen we dan verder aangeven in de 2e vraag over wat de gebeurtenissen, de volgorde van gebeurtenissen? Ja, wat ze... ook hebben ervaren, dat was een grote aardbeving. Mm-hmm. En hoe komt het dat er een aardbeving gekomen is op dat moment? Van de belangrijkste engel, hè? We gaan ervan uit, het is de engel Gabriel, die is gekomen. Ja. En hij rolde die steen van de grafopening weg. Ja. Ja, als we dan verder in de Wensenheimer lezen, zien wij dat er een wacht van boze engelen rondom en samen met de soldaten de wacht hielden om Jezus, het lichaam van Jezus dan voor eeuwigheid dan daar gevangen te houden. Ja. En er waren ook engelen ook erbij aanwezig. Ja. Maar toen kwam deze engel, Gabriel van de hemel, en op dat moment dat verdween iedereen. En ook die soldaten, die vielen gewoon als dood. Ja, als dood. Ja, ja, dat klopt. Dat is zo bijzonder om te zien. Nou, dankzij de geestelijke profetie die zulke details weten. Anders was het gewoon verborgen. Wisten we niet dat er een hele strijd was. Zelfs aan het graf. Ja. Van boze en goede engelen dan. Totdat engel Gabriel dan komt met de boodschap van... Nu is de tijd om op te staan. Ja, dat is wonderbaar. Ja, echt mooi om dat te zien. Ja. Nou, de vrouwen zien dat de hemel verlicht wordt. Ja. Ze voelen de aardbeving. Ja.
En toen ze aankwamen... Klopt, want ze zijn nog niet aangekomen. Nee, ze waren onderweg. Ze zijn onderweg. Ja. Waarom weten we dat? Omdat ze vroegen zich af hoe ze binnen zouden komen. En wie de steen voor hun zover wegrollen. Ja, ze waren daarmee bezig. Ja, ja. Klopt. En interessant is dat, zoals we het hier zeggen, plotseling werd dus de hemel verlicht. Dat is een stuk in de opmerking. Door een heiligheid die niet het gevolg was van de opkomende zon. De aarde beefde. Zij zagen dat de grote steen was weggerold. Het graf was leeg. Dus we zien hier een paar stukjes en het gaat snel. Maar we gaan zo dadelijk in detail. Dus het is niet de zon. Het is een licht voordat de zon opkomt. Ja. Ja, dat is belangrijk om te zien. En bij de zonsopkomst. En toen zelfs toen Maria kwam, dan was het al weggerold. Ja, inderdaad. Oké, maar voordat we naar de derde vraag gaan, is het belangrijk om aan te halen dat Maria ziet dat de steen weggerold is, of gerold is, dat het open is. Mm-hmm. En dan gaat ze meteen naar de discipelen, naar Jeruzalem. Dan gaan ze door van Betania naar het graf, naar Jeruzalem, om de discipelen te halen. Ondertussen komen die andere vrouwen van Jeruzalem bij het graf aan. Ja. En dat maken ze niet mee. Mm-hmm. Welke nieuws bracht de engel de angstige vrouw? Natuurlijk, ze waren onderweg, ze voelen de aardbeving. Ze zien dat de hemel verlicht is. Ja. Ze weten niet wat er aan de hand is. Komen ze met angst, komen ze zelf naar binnen. En dan krijgen ze dit te horen. Ja, en ze zagen dan een engel. En die engel die sprak tot hen, dat is in Matthäus 28. Mm-hmm. Maar de engel antwoordde en zei tot de vrouwen, vrees niet. Want ik weet dat u zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, mm-hmm. want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Dus dat is een stukje van een informatie dat Jezus hun toen de tijd had gegeven. Alleen, ja, het drong bij hun niet door. Ja, ja, ja. Dus de engel herhaalde alleen de woorden hier van Jezus. Ja, klopt. Ja. Dus dan horen ze dan, vrees niet. En dan ook komt verder, lees je ook in Lucas 24, vers 3, dat het wordt, ze nodigen vrouw uit om toch verder te kijken. Ja, overtuig jezelf. Precies, ja. Want ze zijn bang omdat ze zien dat het licht in het graf is. Ja. En dat er iemand is. Dus dan denk je van, gaan we liever weg. Ja. En toen hoorden ze dan van deze jonge man die zit, die gekleed in wit is, die lang gewaad is. En ze waren ontdaan. In de Bijbel, dat ze niet wisten wat ze... En het is een bijzondere straling die ze uitstraalden. Want het was ook in... ze hebben zich in menselijke gedaante ook veranderd. Mm-hmm. Om eigenlijk hun een beetje tot rust te brengen. Om de schrik weg te jagen. Ja. En, zodat ze niet bang zouden zijn? Ja. En toch zien wij dat ondanks hoe ze waren, ze stralen toch. Ja? En steeds moesten ze hun zeggen, vrees niet, wees niet angstig. Hè? Ja. Ja. Tot twee keer toe, want dan lezen we dan verder in Wensrijven dat er is een engel die binnen is, die zegt vrees niet. Ja. Dan willen ze weggaan en een andere engel die zegt van nee, vrees niet, hij is opgestaan, hij is hier niet. Ja. Nou goed, dan gaan we naar de vierde vraag. En dat is wel goed nieuws van de opstanding krijgen de verschrikkelijke vrouwen te horen. Oké, nu het is wat extra informatie. Ja, ik vind het zo mooi wat er hier staat. Wat zoekt u de levende bij de doden? Mm-hmm. Ja? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Ja. Ja? Daar zit eigenlijk een behoorlijke kracht in van... Ja, het doel van het verlossingsplan. Ja. Hij is opgestaan. We dienen een levende God. Ja. Ja. En daarom zegt hij ook, gedenk hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. Zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen. En gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Maar ja, goed, aan de ene kant denk ik van, ze waren geen slimme mensen. Want je beseft het niet, je herinner je niet
Maar ze waren zo verdrietig dat ze gewoon niet zagen. Terwijl de fariseërs bijvoorbeeld en de hoge priesters, die dachten wel eraan en die hebben gewoon maatregelen genomen voordat er iets gebeurt. Of de discipelen zelf het lichaam stelen, dan gaan we iets doen. En ze hadden de soldaten die werden omgekocht. Ja, oké, dat is inderdaad... Is ook een vals informatie. Omdat ze daar de soldaten zo blij waren en terugkeerden en begonnen te vertellen wat ze hadden gezien. Goed. Yeah. Nou, wat zien we bij de vijfde vraag? Wat ervaren ze dan op een gegeven moment? Yeah. Want ze moeten natuurlijk dan gaan naar de discipelen. Ja. Yeah. En we zien hier dat bij vers 5. Uiteindelijk krijgen ze het gewoon door. Het kwartje valt naar de tweede keer. Ja. Eerste engel, Gabriel die hen vertelt. De tweede engel die hen ook zegt. Ja. En nu pas is het bij hen door. Van oké, hij is opgestaan. Hij is opgestaan. Ja. Alleen er was nog steeds een beetje gemengde gevoelens. Ja? Sowieso, ja. Ja, want de één was de angst, hè, de vrees. En toch was er grote blijdschap. Ja. Dus dat was juist de overgang bij hun. Ja, hè? De gevoelens bij de vrouwen hier op dit moment. Ja. Van, wat moet ik hiermee doen? Kijk, en ze moesten dus snel teruggaan naar de discipelen en hun vertellen dat hun meester is opgestaan. Ja. Ja. Ja, klopt. En wat is de reactie van de discipelen dan, volgens de zesde vraag? Nou, die dachten nou... Ik vind het interessant wat hier staat, hè? Als ijdel geklap. Waar zijn jullie aan het zeuren? Ja. Waar zijn jullie? Kom nou, dat kan toch niet? Ja. Dus ze geloofden het niet. Ja, ja. 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 Maar Petrus opstaande, liep tot het graf en zag de linen doeken. En hij zag dat hij inderdaad weg was. Ja. Zich verwonderde bij zichzelf over hetgeen geschied was. Ja, maar misschien is het mooi om weer te herhalen. Mm-hmm. Maria komt uit Bethania, mm-hmm. ziet het graf leeg, gaat ze meteen door, het is nog donker. Ja. Ondertussen komen de vrouwen aan, die is ook alweer licht, want het is nu bij zonsopkomst, bij het graf. Ze maken deze twee engelen mee en dan keren ze terug. Maar dan is Petrus, Johannes en Maria weer onderweg naar het graf. Ja. Om dit mee te maken. En dat is wat we hier zien. Inderdaad. Want we gaan zo meteen zien in de volgende vragen. Dat voordat de vrouwen dan aankomen in Jeruzalem. Maken ze ook iets anders mee. Krijgen ze een bijzondere openbaring. Inderdaad. Dus vandaar dat het gewoon langs elkaar gingen. Gewoon... Ja. Ja, okay. En wat was de reactie van de discipelen? Ja, de discipelen die geloofden eerst niet. Ja. Want zoals we zien hier in de opmerking... Johannes zag en geloofde uiteindelijk, ja. Want ze hebben het nu zelf gezien uiteindelijk, ja. En dan zien wij hierin dat hoe het werk eigenlijk daar met alle details, alles ging op een ordelijke manier. Want Jezus werd bevrijd, laten we zeggen, uiteindelijk door die ene engel die de doeken had afgewikkeld. Okay. Ja. Oké, okay, misschien is het goed om dat wat je zegt gewoon duidelijk aan te halen. Mm-hmm. In de opmerking staat geschreven, terwijl de engel uit de hemel de steen wegrolde, ging de andere engel het graf binnen en maakte de doeken rondom het lichaam van Jezus los. Ja. Er waren engelen bij het graf. Ja. Komt een engel, maakte het open. Ja. En wat me zo raakte dan, als ik dat las in de Wensdrijwijn is... Er is een andere engel die bereid is ook om naar binnen te gaan. Ja. En ook om mee te helpen. Ik bedoel van, oké, ik help je mee. Ja. Maar waarom heeft Jezus hulp nodig? Nou, in feite... Hij is toch God? Ja. Ik bedoel, hij staat op met de kracht die in zichzelf is. Ja, maar hij was nog mens. Hij is mens. Ja, en moest nog gekeurd worden. Dus vandaar... Van zijn vader. Want daarom zegt hij tegen Maria zometeen van... Raak me niet aan, ik ga eerst naar mijn vader en daarna, eerst ga naar de discipelen toe. Ja. Maar dat is ook een symbool van hoe iedereen van ons, als we dan gestorven zijn, of diegenen die gestorven zijn in Christus, opgewekt zullen worden. Ja. Dus de ervaring van Jezus blijft niet alleen, of komt niet alleen tot aan het kruis. Nee. Jezus als mens is
als baby, als jeugd, als volwassene, mm-hmm. als leermeester aan het kruis, ja. in het graf. Ja. Daarom wordt hij geroepen. Ja. Hij is een gevangen van de wet van God. Ik bedoel, van de rechtszaak van God. Of zo. Ja. Zo zegt zuster Waait trouwens. Mm-hmm. Dus hij moet opgeroepen, hij moet geroepen worden. Ja. Maar hij moet ook doen als een mens, ook zelf bij de opstanding. Van, ja. Hij heeft hulp nodig. Ja. Wordt hij dan losgemaakt? Mm-hmm. En een stukje die niet in de opmerking staat, ja. is dat Jezus zelf de grafdoeken opgevouwd heeft. Ja, en ordelijk aan de kant gezet. Ja. Dat vind ik echt mooi. Ja. Echt zo mooi. Die details die ja. we extra krijgen van de geestelijke ja. ja. En daarom staat er ook aan het einde, hè, in al zijn werk zijn orde en volmaaktheid zichtbaar. Ja. ja. Dus tot in de details. Wat ik nog steeds niet kan begrijpen, is Johannes acht het en geloofde. Maar hij begreep nog niet de schrift dat Christus uit de doden moest opstaan. Maar nu herinnerde hij zich aan de woorden van de heiland. Ja. Nogmaals, de fariseeën dachten wel vooruit. De discipelen dachten alleen tot op dat moment. Voor hun was de nacht. Ze blijven echt in de duisternis. En ze dachten, dit is voorbij. Ja. Maar het kan gebeuren. Ja. Wij kunnen ook zo blind zijn en niet vooruitzien en niet denken aan de schriften op een moment van droevigheid en verdriet en pijn. Ja, maar dat is ook de mens. Wat gebeurt er met de mens? En dan zie je dat wij als mens, als een zondaar, we hebben Jezus nodig om daar bovenuit te steken. Hoe vaak is het niet zo dat als wij in de put zitten, zien niks. Ja. Denken we aan niks van de Bijbel. Ja. En iemand anders moet komen vertellen van, maar Jezus houdt van jou. Ja. Ja. En hij heeft beloofd dit en dat. Ja, dus, ja, we vergeten zijn beloften vaak. Precies. Ja. Dus, en dat is precies bij de discipelen. Dus, eerst dacht ik, niet slim, vissers, ongeletterd. De andere mensen denken wel aan, maar zij niet. Maar nee, dat is de mens, dat zijn wij. Ja. En dan maken wij dagelijks. Ja. Ja, misschien is het een heel interessant iets om mee te nemen. Kijk, de momenten dat wij twijfelen, dat wij steeds zwakker, onszelf zwakker maken. We geloven niet 100%. We geven ruimte aan de vijand, want hij weet het wel. Ja. En hij maakt er wel misbruik van. Ja, en daarom hebben we soms hulp van buiten nodig, om ons weer op te krikken. Ja. Ja. Oké, dus Maria en Petrus en Johannes komen naar de graf. Mm-hmm. De vrouwen zijn onderweg. En Petrus en Johannes die zien het en die gaan weg. Ja. En Maria blijft achter. Ja. Ze had niks meegemaakt van de twee engelen die met de vrouw had gesproken. Nee. Ze is zo verdrietig, want ze denkt van, ze hebben mijn Heer weggenomen. Ja. En ze hebben hem ergens anders gelegd. En ik weet niks van. En hoe komt het? En waarom werd ik niet verteld? Verdrietig, ja. Oh, zo verdrietig is ze. En dan blijft ze achter, want ze kan zich niet voorstellen dat haar Heer weggenomen is. Ja. Wat maakt ze mee? En ze willen zo graag, weer heeft de engel tot haar gesproken. Ja. Hè? En die vertelde haar, vrouw, waarom huilt gij? Wie zoekt gij? Ja. En in de eerste instantie was het wel de engel die tot haar sprak, maar later was het Jezus. Nee, maar wacht even. Maar je vergeet. Oké, er zijn twee engelen. Ja, dat klopt. Die ene is aan de hoofdeinde en die andere is aan de voeteinde. Ja. Beide engelen spreken tot haar. Ja, dat klopt. Ja. Oké, dus die eerste zegt van, vrouw, waarom huilt u? Ja. Omdat mijn Heer weggenomen is. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achter en zag Jezus staan. Oké, maar de geestelijke zegt het ook nog verder. Vroegen ze haar. Beide. Dus beide vroegen haar wat er met haar gebeurt. En dan hoort ze gewoon een andere stem. Ja. En die tot haar spreekt. Ze besefte niet dat het Jezus was. Ja. Kijk, en in verdriet, je huilt. Op een gegeven moment dan zie je niet meer helder, ook niet. Hè? Maar even stilstaan. Ja. Dat de machtigste engel van de hemel toch even zit. Even rustig de tijd neemt. Om een vrouw in verdriet dan de goede nieuws te geven. Ja. Dat kan ik me niet voorstellen.
Maar ik bedoel van, het is zo machtig eigenlijk. Jezus is toch daar? Ja. Hij kan zelf de nieuws geven. Ja. Nee, ze zitten gewoon rustig. En die ene aan de hoofd heen en die andere aan de andere hoofd. Ja. Gewoon om te kijken. En dan komt de vrouw en dan huilt ze. Wat is er aan de hand? Ja, het is om haar te troosten ook. Hè? Hebben ze niet zoveel werk om te doen? Hebben ze niet andere werelden of zo om even... Maar soms denken wij... Maar dit is iets groots wat gebeurde. Nee, precies. Hè? Nou ja, oké, dat klopt. Ja. Maar ja, soms denk je als mens, ik heb het de druk. Ja. Laat iemand anders het doen. Ja. Maar om een ziel in verdriet... gaat de grootste, de machtigste engel tot haar spreken. Wat is er aan de hand, vrouw? Ja. Weet je, dit is gewoon een les voor ons tweeën. Als arbeiders. Ja. Dan denken we, nou, sorry, ik heb het te druk. Laat iemand anders het doen. Nee, wij gewoon even tot de mensen gaan van, wat is er aan de hand? Ja. Waarom huil je? Ja. Zonder het is gewoon echt een pastoraal werk wat deze twee engelen doen. Een vrouw in verdriet, en dan gaan ze naar haar toe. Nou, echt een les voor mij. Ja. Kijk, ze hebben een dienende taak. En, klopt, daarom zijn ze engelen. Ja, klopt. Ze zijn dienende geesten, zegt Brein, klopt. Ja. Ja. Nou, dat is zo machtig eigenlijk, want in haar verdriet, daar komen ze haar tegemoet. Ja. Om haar eigenlijk als een soort booster eigenlijk te schenken van het geloof, van de waarheid. Om haar te laten begrijpen dat degene daar die daar staat, dat is diezelfde Jezus. Maar zoveel tranen heeft ze in de ogen, ziet ze niet. Ze ziet gewoon iemand die daar is. Ze denkt, het is de Hofman, de tuinman, die het lichaam van Jezus heeft weggelegd. Ja. Waar heb en, vers, en vraag 8, ja. Spreekt Jezus tot haar. Ja. Ja. En wat zegt hij? Nou, dan zegt Jezus tot haar, Maria. En zij keerde, want die stem komt haar bekend voor. En zij zei, Rabboni. Wat betekent meester? Ja. En toen zei Jezus op dat moment, want dat is nu de flits van de les, zo dadelijk gaan we in details. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet tot mijn vader opgevaren. Mm-hmm. Ja. Dus we zien hier een wonderlijk moment dat hij moest nog goedgekeurd worden. Dus, precies. Dus hij is nergens heen gegaan? Nee. Hij is gewoon in het graf gebleven. Ja. Ook zijn goddelijkheid blijft in het graf, zegt zuster White. Ja. Hij ging nergens heen, blijft in het graf, en dat is het bewijs hiervan. Ik moet nog naar mijn vader gaan. Ja. Hou me niet vast, raak me niet aan. Ja. En dat komt trouwens vanuit het Oude Testament. Als het offer eenmaal geslacht was, en dan moest niemand het aanraken. Ja. Dat zie je weer terug hier. Ja. Dat raakt me niet aan. Maar ja, goed, de vrouw wil hem vasthouden. Ja. Omhelzen. Ja. Ik bedoel, hierin, in het Grieks geeft dat idee van je wil hem vasthouden. En dan zegt van, nee, laat me los. Ik moet gewoon naar mijn vader toe. Ja. Ja. Zelfs raak mij niet aan. De tekst zegt, raak me niet aan. Ja. Dus nee, ik moet eerst naar mijn vader toe. Ja. En dan wordt ik inderdaad... wordt Jezus goedgekeurd? Of zijn taak? Ja. En misschien is het goed om het aan te halen daar van de opmerking. Ja. Hij zegt hier, ineens wist hij dat het geen vreemdeling was die haar aansprak. En toen zij zich omkeerde, zag zij haar levende Christus voor zich. In haar blijdschap vergat zij dat hij gekruisigd was geweest. Mm-hmm. Ze snelde naar hem toe, alsof ze hem... alsof zij zijn voeten wilde omhelzen en zei, Rabboni. Maar Christus hief zijn hand op en zei, houd mij niet vast. Jezus weigerde, nu wordt het uitgelegd, Jezus weigerde de eer van zijn volk te aanvaren, alvorens hij de verzekering had dat de Vader zijn offer had aangenomen. Hij steeg op naar de hemel en kreeg van God zelf de verzekering dat zijn verzoening voor de zonden van de mens voldoende was geweest en dat door zijn bloed iedereen eeuwig leven kon ontvangen. Mm-hmm. Ja. Dus we zien hier de reden, het waarom. Ja. Hij moest eerst naar de vader, de goedkeuring ontvangen en dan zou hij terugkomen. Ja. En vraag 9 heb ik pas vandaag voor het eerst gehoord. Ik had het gewoon al zien de hele tijd. Ik bedoel... Ja.
dat Jezus ook weer verscheen voor de vrouw. Ja, dat had ik. Ik bedoel, ja. Ja, dat hij ook voor de vrouw is verschenen. Maar dat het dan voordat ze aankomen in Jeruzalem. Juist. En dat Jezus gewoon zo weer terugkomt. Ja, ja, ja. Ruimte en tijd binden Jezus niet meer. Nee. Ik bedoel, dat is echt zo, is het bij de vader en is weer zo terug. Ja. Terwijl ze zijn niet eens in Jeruzalem gekomen. Nee, ze waren onderweg, hè. En toen ik dat las, ik dacht van, oh, oké. Okay. Ja. Dus de vrouwen gingen ook aan de voeten van de Heer. Ze hebben hem ook zijn voeten vast gegrepen. Ja. En ze hebben hem aanbeden. Ja. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken. Want die engel zegt, ga. Want de Heer komt jullie... iets van, ik kom straks of zoiets, staat de tekst. Ja, ja, niet zo met mijn woorden of zo, maar... Staat het hier in 28 vers 8. Ja. Vers 7. En Gater stond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Ja. Dus hij komt straks. Ja. Ga jullie maar alvast. Hij komt straks. Ja. En dan gaan jullie hem ontmoeten. En dan komt dit. De verschijning. Jezus verscheen. Ja. De vrouw ging aan zijn voeten. Ze houden hem vast. Ze aanbidden hem. En Jezus zegt nog een keer tegen de vrouw, ga naar de discipelen. Juist. Ja. En vertel ze. Ja. Want Petrus en Johannes, die gingen weg niet wetende wat er aan de hand was. Nee. Want ze hebben de engelen niet ontmoet. Nee, het is alleen de vrouw. Ja. Echt, dit is echt een vrouwervaring. Ja. En, ze waren dapper om zo vroeg dan te vertrekken. Ja. Niet wetende wie de steen zou wegrollen. Zo is het. Waarom zijn de discipelen niet meegegaan? Ja. Maar de vrouwen niet. Vrees. Ja. Waren de vrouwen dapperder dan? Dat kan ook. Want ik bedoel, dan, als vrouw zou je denken van, kom maar mee, help ons, want de steen is groot, we hebben hulp nodig. Ja. Maar ja, oké, ze dachten, misschien zijn de soldaten daar nog. Het zal wel lukken. Nee. Maar het mooie ook wat Jezus zegt, hè, en vertel bij name dus ook Petrus werd genoemd. Ja, ja. Omdat hij zoveel heeft meegemaakt. Hè. Ja. Zeg een stukje van de opmerking, het tweede deel. Zegt zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Ja? En alle discipelen hadden hem wel in de steek gelaten, maar hij noemde speciaal die naam van Petrus. Petrus waarom? Petrus was zeer bedroefd. Klopt. Ja? Ja. Hij voelde zich behoorlijk... Hij had het zwaarst geleden, omdat hij, ik bedoel... Zijn meester verloochend. De citaat zegt van, hij was gebukt onder de verwoeging, zijn schandelijke verloochening. Hij kon het gewoon niet voorstellen. Nee. En hij moest dan zo veel vertroost worden. Ja. Maar met deze woorden natuurlijk. Ja. Dus dat is, ja goed, het is gebeurd, maar ik ben er weer. Dan zie je dat Jezus biedt altijd de mens weer hoop. Ja. Ja. En ook een ander stukje hier is dat nadat Jezus naar de vader was opgevaren, verscheen hij aan een andere vrouw met de woorden, eerder, toen Maria Magdalena hen vertelde dat ze de Heer had gezien, herhaalde zij de oproep voor de ontmoeting in Galilea. Nog een derde maal kregen ze deze boodschap. Ja. Eén keer dus door engel 1, dat is Gabriel, engel 2, die de doeken had losgemaakt, en Maria van Magdalena, die ook weer vertelt, ik heb de Heer gezien. En ik heb ook die engelen, twee engelen ook gezien. Ja. Het is een puzzelwerk. Want als je dan in de evangelie ditzelfde verhaal gaat lezen, dan heb je hier één engel, de andere twee engelen. Daar heb je dat alle vrouwen kwamen, maar Maria wist niks van. En daarom huilt ze en daarom denkt ze dat ze hem ergens anders gelegd hebben. En ze vroegen zich af, wie gaat de steen wegrollen? Dus al die stukjes komen in elkaar. En dan weten we dus de volgorde hiervan, wat er allemaal is gebeurd. Ja. Nou, dankzij de geest der profetie, de wens der eeuwen. En misschien is het goed om degene die hiernaar kijken, om het aan te bevelen, om dat boek te bestellen. Lees het maar. Kijk het ook naast de Bijbel en kijk het van hoe staat ook beschreven. En hoeveel informatie... Die discipelen toen niet meegekregen hebben. Die het belangrijk voor ons was om te weten. En God heeft het dus aan ons gegeven. Amen. Hoeveel mensen doen hetzelfde als de discipelen gedaan hebben? Ja.
Hoeveel mensen laten de wanhopige roep van Maria horen? Ze hebben mijn Heer weggenomen. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Tot hoevelen zullen de woorden van de Heiland kunnen worden gesproken? Waarom weent gij? Wie zoekt gij? Hij is dicht bij hen. Maar hun door tranen verblinde ogen herkenden hem niet. Hij spreekt tot hen zonder dat zij het verstaan. Terwijl de Heiland zich in Gods tegenwoordigheid bevond en gaven voor zijn gemeente in ontvangst nam, dachten zijn discipelen aan het lege graf en treurden en weenden. Terwijl het voor het heel de hemel een dag vol vreugde was, was het voor de discipelen een dag vol onzekerheid, verwarring, ja. Verslagenheid. Het feit dat zij het getuigenis van de vrouwen niet geloofden, laat zien hoe zwak hun geloof geworden was. Ja. Het bericht over de opstanding van Christus was zo heel anders dan wat ze hadden verwacht, dat zij het niet konden geloven. Ze meenden dat het te goed was om waar te zijn. Ja, ja. En dat kan ons ook gebeuren. Ja. Ja. Maar een andere les is, hoeveel kan je ervaren en hoeveel openbaring kan je krijgen als je vroeg de Heer zoekt? Ja. Je denkt van, nou, ik slaap uit. Zoals de discipelen dan dachten van, nou, we slapen uit, laat de vrouw maar gaan. Nee, je gaat vroeg, en de Bijbel zegt van, vroeg de Heer zoeken. Ja. En dan zullen we hem vinden. Ja. En zoiets hebben ze meegemaakt. De morgenstond. De discipelen hebben het gemist. Ja, inderdaad. Ja. Dus we hebben een heel belangrijk stuk gemist. Ja, ja, we kregen zoveel hier. Als zoveel lessen natuurlijk, behalve het volgorde en hoe het allemaal gegaan is. Ja. We hebben zo mooie lessen die we kunnen toepassen in ons leven. Ook de manier hoe we met andere mensen omgaan. Ja. Ook wanneer wij de Heer ook moeten zoeken. Hoe vroeg, hoe beter, dan krijgen we de beste openbaringen van de Heer. Dus mogen de Heer ons helpen om niet te zijn zoals de discipelen, maar ons geloof dan te versterken als we de Heer zoeken. God zegen en tot de volgende keer.